welkom in deze nieuwe video van Polestar Westerham Station. En wij gaan naar de zoo, maar ik ga niet alleen naar de zoo, maar dan gaan jullie straks vanzelf ontdekken wie het zou kunnen zijn. Je kunt misschien eventjes hieronder in de comments reageren, wij zijn dus op weg naar de zoo. Het trein komt om 26, dus het is een eventjes wachten, maar we hebben wel blijft de story van gisteren helemaal opgelost is, dus we zijn er helemaal klaar voor al die dieren te bekijken. Dus we zijn nu bijna aan het appelbezuil, dus we moeten twee handen gaan. Dat zijn dus super tof. We zullen het zien. Dus hopelijk is dit keer het geluid wat beter. Dat is ook wel niks. Dus tot ziens. Zo, we zijn nu in het station. En we gaan eens kijken of dat mijn volgende verhaal is. Of nog niet. Dus we zien het wel. Dus we gaan stoppen, we zijn eigenlijk op het grote ding. We zijn nog één. Dus ik ben niet benieuwd of dat ze hier op wandelen. Normaal gezien moeten zij voor mij zijn, dus normaal gezien zouden zij hier op moeten zijn. Dus ik ben niet benieuwd. Nee. Je weet nooit waar zijn ze. En natuurlijk kunnen we weten niet of je dat pakt. Dus dat maakt het eigenlijk ook wel heel spannend. We hebben hier helemaal. Het is nog ver, ik dacht dat ze hier zouden wachten ofzo, maar ja, ik heb dat ook op de laatste wagon. Dus daarmee is het terug aan wandelen. Dus ja, ik ben het benieuwd. We zijn bijna aan het einde van de binnenkant. Er is altijd niemand. En dat is altijd wel heel spannend. Of als je mensen afspreekt om elkaar te vinden, ten eerste dan, maar ook om, waar zijn ze? Dat is heel spannend. Dat is altijd wel veel terug die je kan zien en horen. Hier zijn ze. Ik heb ze gevonden, ik heb ze gespot. Ik dacht dat jij ons niet zo gezien. Maar het was heel druk, hè? Dus ze zijn hier gevonden. Je viel meteen op. Het was oma die opviel. Zo, we zijn aangekomen in de zoo. En hier staat ze. Hallo. Een dagje lekker genieten tussen de diertjes. Ja, en we staan hier al bij de familie. De apen, deze apen niet, maar die apen daar. Je laat iets vallen. Wie? Jij. Oh, mijn plannetje. Wat? Ik zie het. Ja, ziltrek, dat moet ik niet, want dan wordt dat nou niet zo goed. Wat, dan moet ik iets vaststellen. Het is een apen. Ja, maar hoe wil je dat eigenlijk doen? Ja. We zijn hier nu in de vlindertuin. Twee grote helden. Wie is dat? Maar ik weet niet, zolang dat ze niet op mij komen is goed. Die heet de fruit. Oh, dat is wel schoon, hè. Oei.
dat als ze begint te fladderen en een waterkomelet. Dat... Hier is een zicht. Je zou zo dicht op hier kunnen zitten. Ja, toch? Misschien. Een okapi is dat. Ja, die ja. Een okapi. Een okapi. Schoon, hè. Je houdt van zus om te zeggen wat. Nee. Vergelijk je tijd. Wat moeten we nou doen? Start drukken. En doen we dat dan ook doen, maar dat weet ik al niet meer. Best te vroeg. Ja. Het is er heel donker, dus je ziet ons eigenlijk niet zo heel goed. Maar wij lopen eigenlijk zo in een grot. In een grot lopen we eigenlijk en dat is wel mooi. Het is echt zo lekker in de oertijd. Dat is kak. Het is olifantenkak. En dit is, dit is die hoorn. De hoorn. Ik denk dat het daar is aan het doen. Ik denk dat het daar is aan het doen. Ik denk dat het daar is aan het stabiele historie ook vermeld. Oh, mooi. Allee, wat doe ik niet aan bij? Maar misschien is dat niet heel goed. Dat het dit is wat van wil drukken, is dat van het fris zo ineens nu en dan warm. Ja. Kan ik wel een beetje met een vakje doen. Ja. Maar beneden je moet dat zo pas een keer anders maken. Ja, het is een meid. Moet dat wel beter in de ja, ja, al even de volgende zijn er, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, mooi. Ja, nu kunnen we het kruiden. Met het wit tussen die twee. Ja, 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 ik zie het. Ja, ja. Dat is een goede. Mooi.
Dat is wel te. En hoe lang duurt dat voordat ze dan het meest stuit mogen? Dat weet ik niet, een aantal weken, maanden. Dus het hangt van de vogel ook wel. Ah, wel ja. Het zitten er 24 verschillende soorten, dus ik weet niet van elke vogel wie dat hoe oud zijn wanneer ze het mest verlaat. Stond er gekruist tegen elkaar. Hé, hey, wat is uw lievelingsdier? Van de zo. Van de zo. Ja. De aap. De apen? Ja. En waarom de olifanten? En waarom de apen? Omdat de apen zijn gelijk wij. Hé, wat is uw lievelingsdier van de zo? Anneke, wat is uw lievelingsdier? Oh. De tijgers. En waarom? Zit hier leven op? Ja. Ja, dat hoe zacht. Ja, jawel, maar die zijn in de binnen. Ik denk dat die buiten. Bunk. Dit zijn de olifanten. Heb je een naam gezien? Dimbo. Die staan daar, de naam. Zover zijn het nog. Uw lievelingsdieren. Dat zijn wel van huizen biesten, hè, jongens. Je deed puten zit. Dat is dan niet. Is dat in dat water gegooid? Nee, die is. Helemaal naar achteren gegaan. Ik had ook gehoord. Wauw. Amai. Ik denk dat ze nu dat die naar binnen gaan. Ik denk dat ze de juiste olifanten iets gaan geven. Ja, ik zie dat ze dat niet kunnen. Kijk, daar staat er in de verte, zie je de neushoorn. Ja. Kijk, als ik dat zo doe, kijk, ik ga het even tonen. Ik wil die inzoomen, zie je? Oh, kijk, dat beeld is niet zo zuiver, zie je? Ja, ja. Hoe verder dat je inzoomt. Dus. Chinese schaak. Precies, zo'n waas. Wat zei u? Dat er een vloer overhangt. Een waas. Toch geen tongwaas? Tongwaas. Nee, dat is alleen met de vispak, want met u is dat niet. Aan die pingen ook zo raar binnen liggen als die apen. Ja. Waar zijn wij, oma? Bij de visjes. En de rest waar de naam maakt. We gaan kijken naar de dolfijnen. Voorzichtig, hier is een trapje. Dit zijn de eieren van de
pinguïn. En dit is het geluid wat de pinguïnen maken. Dat is het geluid. Ja, ja, wat valt eraan, wat valt er niet aan? Ja, ja, want dat er een haai zijn mond open doet, is dat vieske weg, hè.
起来了。它有立起来吗？有。哦。哦。如果整个整片这样子，我、哦、那。Daar zitten de nijlpaarden. In ieder geval het wel te doen, het is hier niet zo warm. Nee, het is niet zo warm. Die eten gewoon stro dan of wat. Ja. Ja. Want het is heel warm. Dit zijn een soort gieren, denk ik. Denk ik. Dus ja, we zijn helemaal omhoog. Anneke en oma zijn beneden gebleven, want het was iets te warm en het was ook een draaitrap. Maar het is echt een idee om nog wel eens naar boven te komen. Zien we dat we hier kunnen zien. Hier staan. Dus ja, hier hangen wel wat linten aan, want zo, waarom dat is, dat weet ik niet. Maar het is wel leuk om deze dieren te zien. En die zijn ook gewoon, die zijn echt zo te poseren, zo'n mokne foto. En dat is wel leuk om te zien.